Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag en we zijn in Marrakesh. En het is echt super slecht weer. Maar we gaan kijken of we nu paardje kunnen rijden met Olly. Dus kijk gezellig mee. Doe voor Bibi smaken. Hij is klaar. Oh, zo schattig. Kijk, dat is Olivia's paardje. Olivia's paardje, hoe heet jouw paardje? Zullen we hem een naam geven? Ja. Hoe zullen we hem noemen? Pony? En hier gaat Bibi op rijden. Kijk naar de ogen van deze. Dat is echt unbelievable. Heb je er zin in, Bibi? Vind je het spannend? Nee. Oké, want dat heb je natuurlijk jaren gedaan. Schat, eerst aan de ene kant. Wat? Eerst die ene voet. Kleine expert. Oh. Ik moet op de rest zetten. Zo mooi dit paard, Bibi. Die ogen zijn echt, ja. Ziek, hè? Ja, ik vraag me af of dat komt door een ziekte dat het natuurlijk is. Ze zijn zo blauw namelijk. Doe maar. Kijk, Olly. Goed vasthouden. Ik mag haar ook vasthouden. Kijk hoe lieve pony. Zo lief, hè, Olly? Ja, oude stiekjes. Het heeft allemaal stiekjes in, hè? Ja. Vind je het leuk? Kijk, hier kan je ook wel je voetjes in. Oh ja. Save a place for me. Show me the way. Let me inside your heart. Make a space for me. Don't be afraid. I wanna see who you are. Het regent. Oké. Okay. Olly heeft geslapen. En Sander, Bibi en ik gaan nu gezellig lunchen. En iedereen heeft super trek. Heb je honger, Olly? Ja. Ja, ik ook. Dus we gaan eten. En jij hebt een massage gehad. Was het chill? Ja. Hoe lang heb je hem gehad? Hoe lang was het, papa? Een uurtje. Lekker. Oké. Okay. Deze brunch, hoe lekker is het? Helemaal. We hebben echt alles opgevroten weer gewoon. Ik zeg altijd, van iedereen zegt dat misschien is leuk als je wat dingen laat zien dat je aan het doen bent. Maar we eten eigenlijk meestal alleen maar. En dat vergeet ik altijd het eten te filmen. Maar het is hier zo mooi. Kijk, al die... Kroonluchters. Wat zei je, schat? We zijn continu onderweg. Ja. Dat is We zijn vaak van A naar B, hè? Kijk even mijn nee, het is niet meer heet. Nee, het is niet warm. Je kan het gewoon eten. En Bibi heeft deze vakantie voor lunch en avondeten. Koolhydraten. Spaghetti bolognese. Maar dat was hier ook overal heel lekker. Maar we zijn nu een berg aan het eten. Dat is niet normaal, hè? Gaat goed. Gaan we eens de... Die doen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Ik kom en 5 minuten. Die is te goed.
Oké, het is... Ik weet het trouwens niet hoe laat het is. Het is 6 of 7 uur. We weten niet hoe laat het is. We weten niet hoe laat het is. Iedereen neer zegt dat het 7 uur is. Maar ik ben ervan overtuigd dat het 6 uur is. Long story short. Maar we zijn op het vliegveld. Ik denk dat het 7 uur is. Ik denk het is echt 6 uur. Maar goed, we vliegen over 1 uur of over 2 uur terug naar het vliegveld. Wat voor soort reizigers zijn jullie trouwens? Oh, dat is goed. Dit vind ik een leuke vraag. Wij zijn namelijk echt verschrikkelijke reizigers. Die zeg maar altijd... bijvoorbeeld op de heenweg was onze vlucht om 6:20. Dan zetten Sander en ik de wekker om 5 uur. Dat is hoe wij reizen. En dan gaan we wel natuurlijk meteen weg. Maar we zijn altijd echt van die mensen die heel kort op Schiphol zijn. En dat niet. Heel veel mensen vinden dat niet chill. Ik heb echt een rode neus. Vinden dat niet chill. Gaan jullie altijd echt van tevoren of net als je echt... Ga maar vast. Oké, ik moet even gaan. Wij zitten in de Starbucks. Wat heb je besteld? Ik heb latte. Caramel. Echt? Geen koud. Chill. Jij bent de hele dag al koud. Ik ben echt bang dat je ziek wordt. Ik heb rillingen. Scheiße. Hopelijk ben je morgen beter. Daar is die. Moet Bibi je aanschuiven? Ja. Moet ik je aanschuiven? En we vliegen om 9:30. Over iets minder dan een uurtje. We komen waarschijnlijk om 2 uur thuis. En mensen vroegen vandaag op mijn Q&A op Instagram. Mijn Instagram is trouwens Queen of Jetlex en die van Bibi is Leidenberg. Ik vroeg vandaag op mijn Q&A op Instagram stories. Of had ik een Q&A gedaan. En een aantal mensen vroegen van, gaat Bibi morgen wel naar school? Het antwoord daarop is... Ja. Oh, mijn batterij is niet klaar. Ja, ja. Ik voel me echt lekker. Oké, mijn batterij is ook bijna leeg, dus ik ga hem even spannen. Wij zitten in het vliegtuig. En Olivia die wil niet slapen. Het is 11 uur volgens mij. Ik ben zo benieuwd. Ik ga in ieder geval de vlog afsluiten voor vandaag en ik zie jullie. Hey guys, good morning vanuit Amsterdam. En het is absoluut geen good morning, want kijk, het is 15:17. Ik werd vandaag wakker om 8 uur. We waren vannacht uiteindelijk, hoe laat gingen we naar bed? 4 uur. En ik had zo'n buikgriep de hele ochtend. Ik heb nu een paar Imodium ingenomen. Ik moet nog steeds af en toe wel overgeven. Maar ik voel me zeg maar al iets sterker over. Ik krijg nu echt weer kramp. Dus. Het is not a good day. Lekker buikgriep meegenomen uit Marrakesh. Maar goed, ik wilde eigenlijk niet vloggen vandaag. Want ik dacht, kan niks. Ik wil dood. Zo werd ik echt wakker. Maar nu ben ik wel oké. En op een gegeven moment slaat dan toch de verveling toe. Dus net zijn alle pakketjes die afgelopen week op kantoor zijn gekomen langsgebracht. Dus daar ga ik straks lekker doorheen. Daar heb ik heel veel zin in. Ik zag dat er beautyproducten van Chanel nieuw waren. En wat van Maybelline. En een hele grote zak van Naked. Misschien als ik de kracht heb, ga ik die zo wel even laten zien. En wat nog meer allemaal. Van YSL, een parfum. Allemaal chille dingen. Ik wil vooral even die Naked dingen bekijken. En die Chanel make-up. En ik heb nieuwe sample oorbellen in. En ik vind deze oorbellen echt zo cool. Ik zit te twijfelen dus of we deze op Somewhere gaan doen. Wat vinden jullie? Ik vind ze echt helemaal geweldig zelf. Dus dat wil ik even vertellen. Als het goed is, Sander nu cola aan het halen. Misschien helpt dat. Ik heb ook meteen zo'n, voor mijn gevoel, zo'n ingevallen gezicht. Nu ik zeg maar die buikgriep heb gehad vanochtend. Dat is echt bizar. Hoe snel dat gaat. Ik dacht wel afgelopen dagen, maandag had ik heel veel buikpijn, maar... Ik moest niet overgeven of iets. En ik had echt zo'n opgezette buik. Maar ik dacht, het komt vast omdat ik ongesteld moet worden of iets. Maar nu is het dus dit geworden. En Bibi is ook ziek. Mijn uitgroei is trouwens echt ziek. Wat vinden jullie van mijn praatuurtje? Ik heb heel de dag met niemand gepraat. Ja, mijn uitgroei. Aan de ene kant vind ik het dus eigenlijk niet zo heel erg lelijk.
Oh ja, ik weet ook al waarom ik dit praatuurtje was begonnen. Ik vind mijn uitgroei dus niet echt heel erg lelijk. Maar morgenochtend om 10 uur. Ja, 10 uur. Ga ik naar de kapper om het te verven. Ik ga het wel vloggen. Ik ga altijd naar Floor bij de color. Ja, mijn haar is gewoon echt naar de kloten. Het is ook heel vet nu trouwens. Maar ik ga het niet wassen. Want het is wel goed om met vet haar naar de kapper te gaan. Maar. Kijk, zo zie ik eruit met bruin haar. Echt zo lelijk. Ik doe denk highlights. Maar ik ga het morgen wel even met Floor bespreken. Wat ik even wilde zeggen. Weet je wat ik echt heel bizar vind? Ik post dus soms. Ik heb dus wil nooit met mijn eigen dingen te veel mensen lastigvallen op Instagram. En ik heb altijd het idee van als ik bijvoorbeeld 2 keer of zo iets post van Somewhere Someday van nieuwe oorbellen. Dat ik denk. Oh, dan denkt iedereen daar komt ze weer met haar nieuwe oorbellen. Maar ik kom er dus achter dat gewoon. Je dingen wel moet blijven herhalen. Omdat heel veel mensen het niet zien. Ik heb bijvoorbeeld op Instagram heb ik. Ja, wat is het? 700 nog wat 1000 volgers. En mijn stories worden dan. Wat is het? 150.000 keer. Soms 200.000 keer bekeken. En dan denk je. Ja, iedereen ziet het zo wel die geïnteresseerd is. Maar ik had dan van de klas. Stil heb ik voor mijn gevoel nu zo vaak dingen gepost. 3 keer. En echt. Kijk dus nu door mijn DM ding. Mijn hele DM zit vol met vragen over die klas. Het stil. Dus ik ga er maar even van uit dat degene die DM misschien ook hierin kijken. Dus ik ga even de meest gestelde vragen over de closet sale hier beantwoorden. Heel veel mensen vragen dus of er nog tickets zijn. Nou, die zijn er, want ik doe dus af en toe een swipe op mijn stories. Maar daarna krijg ik dus ook de vraag of er nog tickets zijn. Die zijn er. We hebben de closet sale in tijdsvlakken verdeeld. Ik denk wel dat het eerste tijdsvlak als deze vlog online komt is uitverkocht. En het eerste tijdsvlak was van 11:30 tot 12:00. Dus dan heb je 1,5 uur op de shoppen. En dan daarna 12:00 tot 13:30. En dan 14:30 tot 15:00. Ja, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, je kan dus voor elk tijdsvlak tickets kopen. En het maakt op zich niet uit hoe laat je komt. Want de activiteiten die er zijn, bijvoorbeeld de fotobooth. En je krijgt een leuke goodie bag. En nou, we zijn met allemaal andere leuke dingen bezig. Dat is er gewoon de hele dag. Dus dat kan je op elk tijdsvlak hebben. En heel veel mensen denken dat er heel veel is uitverkocht. Als ze aan het eind van de dag komen. Of dat er geen kleren meer zijn. Maar daar hebben we echt een systeem voor bedacht. Dus maakt niet uit op welk tijdsvlak je komt. Er is sowieso kleding. Ja, dus dat komt sowieso goed. En er is sowieso zoveel kleding. Ik ga letterlijk ja, gewoon 1000 items wegdoen. Dan over de maten. De maat is letterlijk van extra small tot large. Want ik draag zelf alle maten. Het hangt er gewoon vanaf. Ja, waar ik dan zin in heb, of ik het oversized wil dragen of niet. Dus ik heb super veel M, super veel L, niet veel XS. Ja, een beetje ook wel S. Vintage Levi's, shorts, dingen, vintage truien, Tommy Hilfiger, truien. Al die Tommy truien heb ik allemaal. Nou, noem het maar op, echt van alles. De prijzen ga ik denk tussen de 10 en 50 euro doen van de items. Dus het duurste 50 en het goedkoopste 10. Je kan ook als je wilt nog wat pyjama's shoppen. Die huispakken hebben we niet meer, maar wel wat stelle pyjama's. In de goodiebag gaan we onder andere dat slaapmasker doen van Monica Noor. Waar dat op staat. Dus die krijg je ook sowieso. De tickets kosten 10 euro. En als je je ticket laat zien, die gaan we allemaal opsturen op de mail voor het event. Krijg je ook gewoon 10 euro korting. Dus eigenlijk is het event gratis. Maar de reden waarom ik dit wel gedaan heb, is omdat ik 1 keer eerder een closet sale heb gedaan. En toen waren er zo verschrikkelijk veel mensen gekomen. En uiteindelijk ook niet binnengekomen. En ik wist gewoon niet hoeveel mensen ik kon verwachten. En dat vond ik zo erg dat sommige mensen er niet binnen zijn gekomen. Dat het zo druk was. Dat ik dacht, ik ga het nu zo doen. En dan uiteindelijk ben je er alsnog gratis. Want je komt toch om te shoppen. En je kan het gewoon gebruiken als korting. En soms komen er ook mensen om alleen foto's te maken. En als je dan heb je toch een soort van barrière dat niet iedereen zomaar komt. Zeg maar zodat voor anderen die echt leuk vinden om te shoppen het verpest wordt als het ware. Ik ben er zelf de hele dag. Bibi is er ook de hele dag. En alle andere meiden van kantoor zijn er natuurlijk. Met z'n allen gaan we dat gewoon doen. De hele dag. Je kan pinnen. Die vraag heb ik ook heel vaak gekregen. What else is there? Even denken. Wat is nog meer vaak gevraagd? Volgens mij. Ja, dat pinnen is inderdaad ook nog heel vaak gevraagd. Of je kan pinnen. Dat kan. Somewhere sieraden hebben we ook allemaal daar. Dus als je leuk vindt om die eerst in het echt te zien, kan je die kopen. Ik zie nu ook, ik heb net een oorbellenfoto op mijn stories gepost. En ik zie dus nu dat iedereen weer vraagt waar die van zijn. Deze, dat zijn dus
deze twee met die steentjes. Die komen op Somewhere binnenkort. Denk over 3-4 weken zoiets. In ieder geval voor de kerst. Maar dat update ik wel. Oké, dit is mijn super lange spreekbeurt. Ik ga nu even, denk maar, mijn pakketjes unboxen. En als ik genoeg energie heb, ga ik mijn naked dingen laten zien. Oké, ik ben toch even mijn naked dingen gaan aantrekken. En het eerste wat in de zak was, ik heb geen BH aan, mochten jullie het je afvragen. Want ik ben gewoon thuis, is deze trui, jurk. Ik vind truijurken echt super leuk. Ik heb even deze laars er nu bij aan. Oh ja, en ik heb natuurlijk mijn naked kortingscode. Daar krijg ik ook altijd DM's over. Die is nu geldig, ik denk 2 dagen. En de code is NOR15. Maar ik ga de code gewoon de hele tijd, als ik dit laat zien, hier in het beeld zetten. En wat ik zelf heel vet vind hieraan, is kijk, hij heeft een open rug. Which I love. Ik vind het echt een hele coole trui. Voor leuk in de herfst, lunches en zo. I love it. Ik kwam er trouwens net achter dat ik trui heb besteld, zoals altijd. En dat ze allemaal deze kleur zijn. Wacht, ik wil eerst kijken waar het beste licht is. Anyways, deze trui. Hij zit een beetje in de kreukels en hij loopt wijd uit. Ik vind hem super mooi. Deze trui is trouwens allemaal echt cheap. Dat niet, maar wel redelijk goede prijs. Ik zal hieronder alle linkjes posten. Naar de directe items. Oké, ik ben letterlijk naar zo'n jurk als dit. Blazerachtige jurk die goed zit. Echt zo lang op zoek geweest. Ik had het een keer bij iemand op Insta gezien. En ik vond het zo vet staan voor uitgaan en gewoon voor uit eten en leuke dingen. En Naked heeft dus nu echt de perfecte. Dus ik ben hier echt sowieso het blijst mee van alles wat ik vandaag binnen heb. Want ik wilde dit echt gewoon al super, super, super lang. Het is ook leuk met over die laarzen. Maar ik dacht het nu even met deze zwarte. Maar ik vind deze echt zo vet. Ik ben hier echt mega blij mee. Oké. Het volgende is deze fluwelen kooltrui / crop top. Ik denk dat dit ook wel leuk is met een rokje. Ik heb het nu even met deze broek aangedaan. Maar hij zit dus zo aan de achterkant. Zo'n band. Ik denk dat Bibi deze heel leuk vindt. En ja, zo aan de voorkant. Je kan hem op verschillende manieren doen. Maar ik vind hem heel cool. Oh my god, I'm so excited. Kijk hoe vet deze blouse is. Ik zou hem normaal hierin proppen, maar daar heb ik nu even geen zin in. Want ik ben lui. Maar dit is echt best shirt ever. Dit soort shirts zijn normaal altijd zo duur. Bij allemaal van die designer dingen. Dus, en je kan hem ook zo dragen. Ik vind dit zo vet. Volgens mij was deze ook helemaal niet duur als hij nog niet is uitverkocht. Ik vind het echt niet normaal zo mooi. Dit is echt de aankoop van de dag. En last but not least, ik denk dat ik dit aanhoud vandaag. Deze kooltrui. Oversized kooltrui, want dit is een small. Met een wijde kool en wijde mouwen. Zo zit hij. En hij jeukt niet. Ik vind sowieso dat al die spullen van Naked niet echt jeuken, moet ik zeggen. En ik ben daar ook gevoelig voor. Ik heb dat meer met trui van de Zara. Die kan ik gewoon letterlijk niet aan, omdat ze zo erg jeuken. Mochten jullie dat willen weten. Dat kan net niet als jurk trouwens. Dat is wel jammer. Maar goed, met alles krijg je dus Olly, 15% korting. Noor 15. Ik ben hier, schatje. 1 verdieping hoger. Oké, dat was de Naked producten. Volgens mij heb ik alles laten zien. Even kijken waar mijn baby is. Waar is mijn baby? Daar is hij. Olly, mag ik je outfit even zien? Wat je aan hebt vandaag. Kan je het even laten zien? Ik zei net tegen Olivia. Olivia, wat zie je er leuk uit? Weet je wat Olivia toen zei? No. Oh, dank je. Toen moest ik ook. Toen moest iemand heel hard lachen. Een broekje. Lekker warm truitje. Waar is iedereen? Was het leuk in de Albert Heijn? Ja. Hey. Jongens, ik hoop zo dat ik morgen beter ben. Buikgriep is schat maar 1 dag. Nou ja, ik heb, ja. Ik moest vandaag 4 gesponsorde Instagram posts shooten. Eigenlijk niet vandaag, maar eigenlijk vorige week. Maar vandaag was echt de laatste dag van uitstel. En dan uitgerekend word je dan natuurlijk ziek. Ik ga spelen met papa. Nu moet ik dat morgen doen, maar ik moet om 10 uur naar de kapper morgenochtend.
Ah, waar in Amersfoort? Nee, Amsterdam. Ik ga verven. Ik doe donderdag nieuwe extensions in Amsterdam. Ook in Amsterdam? Ja. Oh, chill. Maar ik ga eerst gewoon mijn uitgroei verven. Maar wat vind ik, vind mijn uitgroei dus niet meer zo erg. Ja? Ik vind het wel. Ja, ik ook wel. Ik vind dat dus kind of sexy. Maar je kan niet 7 centimeter rijden. Nee, dus ik ga morgen naar de kapper. Mama, mooi eens. Wij hebben net gegeten en ik heb nog steeds zo'n buikpijn. I don't like you. Ik ben wel echt heel gelukkig van binnen. Niet als in mijn gezondheid, maar mentaal. Omdat het winterseizoen weer begint. En ik vind dat het allerleukste van de hele wereld. Sander is net naar de mediamarkt geweest. Ik kijk hem aan, Sander. Mensen mogen oordelen. Sander is net naar de mediamarkt geweest. En die heeft gekocht. We hadden gewoon de oude Apple TV. Het allerbelangrijkste. Dat is voor mij toch? Voor jou. Ja. Is, ik heb namelijk echt super spierpijn van langs het bed bij jouw oplader liggen en zo half zo eruit liggen. Oh, schatje. Wat een ongelooflijk probleem. Je hebt spierpijn van het schuin liggen op bed omdat je je eigen oplader ergens vergeten was. En toen moest je bij de schuin kapper. Bij de kapper. Toen moest je schuin liggen naar mijn kant toe van het bed om je telefoon op te laden. En daar heb je nu spierpijn van. Ja. Ja. Ja, ik denk dat de mensen. Ben je verdrietig? Of echt wat je te doen hebben. Ja, ik wel. Kijk, daarom heb ik dit natuurlijk gekocht. Ik heb. Ja. Maar goed, we hebben een nieuwe Apple TV. Bibi gaat echt blij zijn. We're gonna be your favorites again. Wat heb je nou gedaan? Ja, en waar is Ziggo? We hebben ook voor het eerst in 7 jaar. Nee, voor het eerst in 10 jaar hebben we een tv-aansluiting. Ziggo? Hoe bedoel je? Je had gewoon een abonnement genomen. Nee, dan moet je gewoon online aanvragen en dan krijg je een code en dan kan je dan volgens mij in een appje op deze televisie, Apple televisie downloaden. Oké. Okay. Oh, dat is handig. Maar dat verzin ik echt ter plekke, maar ik denk wel dat het kan. Ik ben het vergeten. Nee, maar het kan toch niet zo zijn dat je kan toch apps downloaden op die nieuwe Apple TV? Ja? Ja. Dat is cool. En daar betaal je dan, zeg maar, voor Videoland en snap je even wat ik bedoel? Maar ik heb ook een nieuwe televisie gekocht. Dat had ik misschien nog niet verteld. Oké. Okay. We gaan er even naartoe. Je lepeltje hangt nog in je nek. Ja, altijd. Ben ik te lui om eruit te halen. Een Sony TV. Oh, hij is wel lekker groot. Groot? Toch? Of niet? Of is de doos gewoon groot? Of is de doos gewoon groot? Hij is wel groot, maar hij is niet zeg maar, oh my god, groot. Nee? Is het een flat screen? Nee, het is een beeldbuis. Beeldbuis. Ja, hij is ongeveer 90 centimeter diep. 43 inch diep. En die schijnt. Hij is ook zwart-wit nog. Maar goed, het geldt maar je weet toch wat een flat screen is? Of ik weet wat een flat screen is? Ja. Niet meer leuk. Hoe bedoel je dat een flat screen? Volgens mij kan je zo'n plat scherm. Volgens mij kan je niet eens meer een niet. Ja, maar er zijn toch variaties tussen een flatscreen en een gewone? Een gewone. Zeg maar, je hebt zo plat. Ja. En zo. Ultra slim. Ja. Heb je een ultra slimme gekocht? Nee, want deze heeft een ingebouwde speaker. Dus dat kan niet super dun zijn, want je hebt natuurlijk een speaker. Maar dat is toch niet mooi? Ja, want anders moet je een speaker. Maar we hebben toch JBL-boxen? Kan je dan toch de tv aansluiten? Kan je iets dommer kijken en platter praten als je dat zegt? Kijk, dit is echt wel heel tof hoor. Kijk. Ja, tof. Deze raak ik wel niet van iemand kwijt. Hoe vaak we die kwijt zijn, is echt. Ik ga mensen verlossen van mijn ellendige vlog. Hoezo, wat is dat? De hele vlog gaat echt nergens over. Ja. Jongens, weet je wat ik woensdag ga doen? Woensdag ga ik naar dokter Jani. De hele dag lief zijn voor Sander. Ga ik naar dokter Jani. En dan kan je zo'n... Ik had het eigenlijk vandaag moeten doen. Dan krijg ik een naald in mijn arm. En dan krijg ik zo'n IV-vitamine drip. Zo heet het toch? Ik heb het al een keer gedaan. Ja, I know. Ik heb er echt zin in. Dat is echt heel top. En je voelt je ook echt beter. Je voelt je echt beter. Dat hoor ik voor iedereen. Maar dat ga ik ook vloggen. Maar dat is voor de volgende vlog.
Ik denk dat ik de vlog ga afsluiten. Ja. We gaan de tv installeren en ik ga even opruimen, het eten opruimen. Dat is zo satisfactory. En nog wat mailtjes doen. Dit wil ik nog een keer doen voor de vlog, echt dan. Nee. Jawel, nee, maar luister. Mensen vinden deze vlog echt saai. Nee, maar kijk. Dit. Jullie gaan dit niet leuk vinden, jongens. Nee, let op, let op. Dit is zo lekker. Oké, doe hem nog een keer, ja. Doe hem erop terug. Dat doet Apple zo goed. Dat zeg maar ik vind niet het goed filmen, hè. Heb ik hem goed? Sander. Kijkt ons kindje een Halloween horrorfilm, of wat? Zomaar echt. Ik ga het nu af. Wil je iets anders zien? Dit is toch echt verschrikkelijk? Nee, maar dit is echt heel zielig. Wat is dit? Ja, ik weet het niet. Nou. Dan ga je iets anders opzetten. Wat is dit voor iets engs? This won't make me cry. I'm tougher than tough. Sorry hoor, Olivia. We waren Bruce Wayne Pip aan het kijken in het theater. Nee! Jawel toch? Nou, ze is moe. Ben je moe, schatje? Beetje soep op je mond. Maar we gaan nu de vlog afsluiten, oké? Ja, maar kijk, hier luister. Let op. Film dit. Zo, ik lijk echt bleek. Nou, lijk ben. 1, 2. Pak je er goed op? Oké. Dat is toch heerlijk? En dan... Deze heb ik net weer terug gedaan, maar die gaat er dan zo af. Oeh. Nou, sorry, daar hebben ze echt wel over nagedacht. Oké, jongens. Ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. We zijn zondag weer terug met een nieuwe vlog. En ik ga ook extra video's inplannen. Dus die komen binnenkort ook online. Want ik had die video met Bibi natuurlijk gedaan. Dat Bibi een outfit voor mij shopt. En dat vonden zoveel mensen leuk. Dat we sowieso eerst het andersom gaan doen. Dat ik voor Bibi een outfit ga shoppen. Daar heb ik heel veel zin in. Dus en Olivia voor mij. En Olivia gaat voor jou een outfit shoppen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Laat even een comment achter. En ik zie jullie zondag weer. Houdoe! Olivia, doe maar dag zeggen op de vlog. Doe je dag zeggen? Dag!